Zaterdag gingen we eens een kijkje nemen bij de grensovergangen met Duitsland. Want afgelopen vrijdag werden Duitse toeristen die de paasdagen ondanks het coronavirus in Nederland wilden doorbrengen massaal teruggestuurd. Ook Nederlanders die naar Duitsland willen komen, komen niet zo gemakkelijk meer de grens over als normaal. Vrachtwagens mogen wel doorrijden. Het verbod om op zon- en feestdagen in Duitsland te rijden is zelfs opgeheven tot 31 mei. Ondanks dat is de poort van Groningen wel dicht en dat geeft de grensovergang een verlaten aanblik. Ik sta hier op de grensovergang bij Bad Nieuweschans. Nu een oase van rust nadat hier gisteren nog uitgebreide grenscontroles werden gehouden. Iedereen die hier niks te zoeken had, en de Duitsers ook die het paasweekend in Nederland wouden doorbrengen, die werden teruggestuurd. Hier achter mij is het kantoor van de Duitse Bundespolizei. Ik werd net al gewaarschuwd dat ik niet de brug over moest gaan, dus niet aan die kant naar beneden. Want dan kwam ik de politie tegen. Er waren net twee geocaches, die wilden namelijk naar het oostelijkste puntje van Nederland om een geocache te doen. Maar vandaag gaat dat ook met de coronatoestanden niet door. Bij wie meer echter lijkt het erop dat je gewoon Duitsland in kunt. Geen politie of douane te bekennen toen ik er zaterdagmiddag ging kijken. Bij de Redeweg lijkt het ook een oase van rust. De fluitende vogels lijken ook hier de enige activiteit. Maar schijn bedriegt. Ook hier bij Bellingwolde is het uitgestorven, wou ik u zeggen. Maar ja, zo net kwam hier toch een auto aan van de Duitse grenspolizei. Toch even vragen wat ik hier aan het doen was. Ook van Nederlandse kant trok ik al snel de belangstelling van de marechaussee. Gelukkig was de sfeer gemoedelijk. Bij de grensovergang bij Bourtange waren zowel de Duitse als de Nederlandse autoriteiten aanwezig. Maar ook hier was het verder een rustige, zonnige middag in het voorjaar. En toch is ons advies, als het even kan, blijf in Nederland en blijf zoveel mogelijk thuis.